In de politiek, hè, vrienden. Ja, in de politiek maakt het gewoon niet uit of je echt iets kan. Nee. Zit je er eenmaal in de politiek, dan ben je altijd verzekerd van een baantje. Ja, kijk nou eens bijvoorbeeld onze vriend Wopke. Ja, wat heeft hij er nou de afgelopen jaren van gebakken? Helemaal niks gewoon. Nee, hij heeft werkelijk ook de persoonlijkheid en de uitstraling van een koffiefilter. En kijk wat hij ook met het CDA heeft gedaan. Die heeft hij gewoon bijna helemaal opgegeven. Ja, in zijn eentje. Nou, en als je nou zo faalt, hè, gewoon in de maatschappij, hè, jullie en ik, dan zit je gewoon werkeloos thuis. Ja, dan word je ook niet meer serieus genomen. Maar in de politiek, nee hoor, hup. We sturen hem vrolijk naar Brussel, krijgt hij weer een baantje daar en krijgt vrolijk keurig doorbetaald. En we weten via de groengoeroe en geen lullige bedragen en niks aan de hand. En zo spelen ze elkaar keurig allemaal de baantjes toe. Nou, en zo is ook gebeurd, vrienden, met die Vera Bergkamp. Ja, want hoe kwam die ineens op die stoel terecht als Kamervoorzitter? Dat was ook deeltje met VVD en D66. Want dat sloeg helemaal nergens op, want die Ariep, die was fantastisch en die had gewoon herkozen moeten worden. Nee, worden allemaal deeltjes gesloten achter de schermen. En zij werd het gewoon, die Bergkamp. Maar was zij de beste? Ben je gek? En gewoon, die maken we gewoon Kamervoorzitter. En ging daarna vrolijk opzichtig zitten falen, had totaal geen controle over de discussies en ging toen ook nog een keertje van de weeromstuit een beetje Ariep zitten aanvallen. Nou, en dat was dan haar bijdrage als Kamervoorzitter. Dus daarom, vrienden, er ging ook een enorm gejuich op in Nederland. Ja, heb je dat gehoord? Ja, het leek wel dat er ergens gescoord werd. En ja, iedereen dolblij. Eindelijk gaat ze weg. Nou, we zullen haar totaal niet missen. Maar let op, hè. Via de politiek en via weet ik veel wie krijgt zij toch weer een fantastisch baantje.